Hebben jullie hier geslapen? Ja, zeker. Ook gewoon in deze kamer. De afgelopen 48 uur hebben deze deelnemers gepuzzeld, gehackt en vooral keihard gewerkt aan een nieuw systeem. Een systeem om het verkeer beter en veiliger te maken voor zelfrijdende auto's op onze provinciale wegen. Wij leggen onze wegen aan, die gaan 10, 20, 30 jaar mee. En dan moet het wel zo zijn dat ze over 30 jaar ook nog geschikt zijn voor de auto's die dan rijden. En dat willen we nu alvast graag aanleggen op die manier. Van een automatische, zelfzoekende parkeerapp tot sensoren die ervoor zorgen dat iedereen zich aan dezelfde snelheid houdt. 14 teams strijden tegen elkaar. De winnaar krijgt €2500 en een reis naar Amerika. Ons product is het beste van de producten die hier zijn. Wanneer ik dus deze sensor, deze accelerometer, beweeg en hij vertraagt, dus de auto voor je remt, dan stuurt hij een signaal naar onze applicatie. En geef weer dat hij remt. Dus dat doe ik nu even voor. Ik kan het hier op het filmpje laten zien. Stel, je hebt een onoverzichtelijk kruispunt. Je kan de weg rechts naast je kan je niet zien. Dus wat er dan gebeurt als je naartoe rijdt, dan komt er iets van rechts wat je niet ziet. En de sensor die pakt dat op. Die geeft jou een melding dat er iets aankomt. En daar moet je dus eigenlijk voor oppassen. Vind je het spannend? Ja, het is wel spannend, ja. Het wordt wel even kijken wat de jury ervan vindt. Maar ja, wij denken dat het een heel goed idee is.